Vandaag gaan we een auto-vlog op Tim's auto-vlogs. Eerste. Vandaag gaan we een test BMW voor jullie filmen. En nu gaan we alle snufjes uitproberen wat deze auto allemaal heeft. Zo. Kentekenplaat ga ik even, textureren. Oftewel, lekker kontje zit eraan, want het is een BMW. 3 toering achtig iets. Met automatische spiegelbegrendeling. Best wel handig. En deze auto is een semi-hybride. Deels elektrisch, deels op benzine. De eerste snufjes gaan we eens achterin bekijken. Dus van leren bekleding, standaard baby uitrusting met speciale boxen in de achterkant. En dan gaan we even achterin uitproberen. Zit goed. Er zitten zelfs USB-poortjes in om je telefoon op te laden. Er zit zelfs stoelverwarming in. Lijkt mij. En de airco die je aan en uit kan zetten. Dan gaan we even de achterklep. Wat op zijn BMW is gezegd. Automatisch, eerder wat ik al zei, is deze automatisch. Nou. De achterklep, als je echt met familie bent, dus echt met kleine kinderen hebt, is deze auto zeker niet geschikt. Want als jij hier een kinderwagen in zou doen, dan heb je niet heel veel ruimte meer over om de boodschap te doen. Hier zit nog een semi-plaat in en nog andere BMW dingen. Oh, die zit er zo wel in goed. Hier zit nog even andere... De accu dingen in, dus de stekker. Zij had dus een semi elektrisch. En dan gaan we de voorkant even voor jullie filmen. Ja, weer een, ja, je kunt het mogen voorstellen. Zo ziet hij in de voorkant eruit. Met een Newtek dashboard en andere redende dingen ga ik later nog filmen. En de community systeem zit DAP Plus radio in. Kijk maar. Zie je dat? Screaming mobiel apparaten niet gevonden. Zoals een radio zit hierin, maar dat ga ik nu niet aanzetten, want dan gaat YouTube kut doen. Met de copyright scanning de muziek. Nou, community. Kijk. BMW assistentie. Weer connected app. Regelmatig klimatisering zit er zelfs in. En e-drive zones, dus allemaal luxere functies. Er zit een TomTom op. En nog meer. Wat ik hier al zei, kunt u met sportstand, hybride, elektrisch, adapter en auto heat. En het is een automaatje, dus geen handgeschakeld. En wat ik hier ook op de pedalen ook goed kan zien, dat dit een automaat is. Verder, hier zit ook nog een knopje. En dan kun je dit. En dan gaat dit dicht. Dat wil dus niet helemaal, maar... Dit dakje kan dus helemaal open en zo. Nou, zo ziet dus de BMW M3 uit. En als we hem gaan uittesten, ga ik ze zeker even een timelapse maken voor jullie. En hier nog een quick 17, het is net een vliegtuig, jongens. Ja, ja.
BMW X3. Klaar voor landing. En die kun je dan zo in. Oh, nu maak ik dat ding kapot. Dus zit goed. En dan ga ik jullie nog zo een timelapse laten zien.